Vooral wrijven vind ik het fijn. Vinger erin steken dan. Zit nog wel aan de klit. En... Dit helpt niemand. Dit. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sekspers delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over vingeren. Hoe leert iemand vingeren? Je ziet een gat en je stopt je vinger erin, denk ik. Ik denk, zo was het begonnen. En je denkt, Eerst, het ging net zoals zoenen, eerst doe je maar wat. Ik weet echt dat ik begon met vingeren, dat ik echt zo... echt zo dacht van, ik moet echt zo hard mogelijk dat gat in, echt zo... Ik denk, als je in het begin iemand gaat vingeren, als je dan gewoon je vinger erin steekt dan... Begon dat je eigenlijk nog niet echt weet dat het vingeren is, maar dat je gewoon aan het voelen bent. En dat je zit van, oh, het voelt eigenlijk wel heel chill. Laat gewoon het proberen en als je ergens zit wat dan goed voelt, dan denk je van ja, nou dan zou dit het wel moeten zijn. Uitproberen. Luisteren naar de ander, luisteren naar iemands lichaamstaal. Soms ben je gewoon bezig en... Bedenk je ineens iets of doe je ineens iets en dan blijkt het te werken. En soms doe je iets, dan werkt het niet. Dan moet je jezelf wel heel snel even omschakelen en dat niet meer doen. Lesbische films. Als jij gewoon echt een goede vrouwelijke ervaring moet hebben om een vrouw te bevredigen, kijk niet naar harde porno, kijk niet naar boy-girl porno, kijk naar twee lesbische vrouwen en je leert alles. En daarnaast te kijken hoe een vrouw er zelf masturbeert, want die weten precies hoe het lekkerste aanvoelt. Als je dan naar Google toe gaat en je typt in woman masturbating herself, daar leer je dan heel veel van. Ik weet nog wel dat ik toen niet wist dat je zeg maar nog een apart gat daaronder had. Dus ik was echt aan het googelen van ja, hoe moet ik vingeren? En toen ging ik pornovideo's kijken. En zo heb ik eigenlijk leren vingeren. Ik wist er echt helemaal niks over in het begin. Ja, aldoende leert men. Dat is een beetje ervaring opdoen. Eerst gaan we knuffelen. Wat sowieso fijn is, is een beetje opbouwen. Ga niet hup gelijk op die clitoris lopen wrijven. Dat is echt super intens. Je begint langzaam, dus je gaat eerst langs de buitenkant. Ga je lekker een beetje strelen natuurlijk. Je bouwt het langzaam op. Wat ik zelf graag toepas is zo... De twee vingers buiten de clitoris. En zo om te masseren. Dan heb je geen direct contact met de eikel van de clitoris, want die is gewoon super gevoelig. Zorg dat je voor continuïteit houdt, dus niet stoppen, niet sneller, niet langzaam, maar gewoon een continue beweging blijven houden, waardoor je ook nog met je vingers rondom kan spelen. Beetje doen, beetje afwisseling jongens, beetje afwisseling, heel belangrijk. Vooral wrijven vind ik het fijnst en dan ook niet alsof je ramen aan het wassen bent, maar... Gewoon zachtjes eroverheen wrijven, een beetje rondjes draaien. Je kan je hand gebruiken, je kan je vingers gebruiken, je kan twee vingers gebruiken, je kan erin gaan waardoor je kan skirten, weet je wel. Techniek is gewoon, kijk naar de gezicht van de dame. En elke subtiele reactie telt. Gewoon wat je doet, hoe lang je doet, hoe hard je drukt, wat voor beweging het is, waar het is. Soms kan je twee plekken tegelijkertijd bedienen, dan weet je wel, het is niet alleen maar één vinger in en uit. Gewoon, dit helpt niemand, dit. Als je wel echt vingers in je vagina steekt, dan vind ik vaak die het chillst. Omdat je dan denk ik volgens mij echt net tegen je G-spot aan zit, dus dat geeft dan het fijnste gevoel. Je kan niet erin met je vinger en zo doen en het gaat komen. Dat lukt soms bij sommige meiden, maar het is niet zo. Zo werkt het niet. Vooral klitstimulatie. Heel veel mensen vergeten dat. Die gaan alleen maar gelijk in het gat zitten. Het is wel echt het beste om gewoon en de klit aan te raken en het gat. Raak je duimen. Je hebt 10 vingers, weet je. Kom op, wees creatief. En zorg in ieder geval dat je geen nagels bijt, dat je scherpe randjes in je nagels hebt zitten of zo. Dat is ook heel belangrijk, weet je, dat is kloten. Ten eerste dat je nagels niet te scherp zijn, dat heb ik echt geleerd. Je kan echt gewoon oprecht iemand daarmee openkrabben. Zorg dat het goed nat is, dat het lekker glijdt, dat is gewoon heel erg fijn. Ja, dat je dus niet te ruw bent. Soms ook gewoon vasthoudt wat je aan het doen bent. Niet te veel afwisselen, want soms kun je juist de hele tijd wisselen in bewegingen. Ervoor zorgen dat je juist niet een orgasme krijgt. Ja, zoals ik zeg, je moet goed
naar de vrouw het gezicht kijken wat ze lekker vindt. Hè. Je ziet het al snel genoeg natuurlijk. Wees ook gewoon bezig met de ander. Want je kan heel erg focussen op de techniek, maar je bent ook met een persoon bezig. Dus kijk af en toe iemand aan, zeg wat lieve dingen en controleer, weet je wel, let op het lichaam, let op de lichaamstaal en de geluiden die iemand maakt. Ja. De condoom challenge. 3, 2, 1. Kijk, bovenkant, onderkant. Oef. Nee. Oh, nee. Heb je hem kapot gemaakt? Ja. Nee. Oh, jij mag dit nooit meer doen. Nee, hij zit volgens mij ook binnenstebuiten.